Jullie gasten, mijn baard is net zo lang als mijn stacks. Nou gaan we weer packs openen. Ik heb nog steeds geen Halloween speler gepackt. Ik wilde eigenlijk een intervideo maken nu. Dat ga ik ook nog steeds doen deze video. Maar ik wilde eerst een Scream speler packen. Want dat hebben wij nog steeds niet gedaan. In meer dan 26.000 FIFA punten. En SBC's en allemaal andere dingen. En nu krijgen we direct een inform in ons eerste pakketje. Engels. Rechtsbuiten, Sterling. Ja, dat is dus helemaal geen verkeerd kaartje om te packen. Maar het is geen Scream-speler! En Walcott, nou, dan heb je wel gelijk twee P's rechtsbuiten. Dus hoeveel K is Sterling? Die is ongeveer 80.000 munten. Ja, lekker. Meenemen. Zeker. Tuurlijk. Altijd meer dan welkom. Maar... waar is mijn Scream-speler nou? Eerste pack was goed. Come on, EA. Treat us right. Treat us right. Give it to me. Ik wil die oranje, dat oranje tussenstukje zien in die pakketje. Dan ga ik helemaal los. Want hoe kan het? Ik vraag ook op Twitter, is het moeilijk om die Scream-spelers te spekken? Nee, ik opende twee packs en ik kreeg in elk pakketje een Scream-speler. Ja, als jij nou gewoon eens even lekker even iets anders gaat doen in plaats van mij lopen irriteren. En op Instagram en op alles foto's en plaatjes van... Hey, kijk Raoul, dit heb ik net gepakt. Scream, Perisic en Icardi in één pack. Hou uw muil! Je zou bijna verwachten dat er gewoon geen Scream-spelers in pack zijn, maar die zijn er wel. Ja, maar god, bordspeler. Houd toch op, het is geen oranje flair. Portugees, CDM, Danilo Pereira. Ja, prima. En het laatste pakketje dan. En dan hebben we weer gewoon 3500 FIFA punten eruit gegeven aan speciale pakketjes. En nog steeds geen Scream-speler gekregen. Die packs zijn niet langer meer beschikbaar. Prima, dan openen we deze ook nog 5. En dan hou ik er echt helemaal mee. Nee, dan doe ik een squad building challenge. Dan heb ik in ieder geval 1 gepakt. Dat was een soort van glitch. Weer een bordenspeler. Niet oranje. Oh. Wat zit hier in? Naby Keita. Maar echt, nee, maar hoe is het mogelijk dat ik zoveel special packs heb geopend en FIFA punten in het algemeen en dat ik geen één keer een Scream speler heb gepakt? Hoe is dat mogelijk? God, nonnejuk, ik zit heel gevaarlijk. Maar dat heb ik nodig. Gevaar, eng, angst, dat is nodig om een Halloween speler te pakken en een story update. Yes, oké, okay. Living life on the edge. Gevaarlijk doen met Rulli. Doe dit thuis niet na. 18 jaar en ouder video, ongeschikt voor adverteerders. Open nou pakketje, ik hou dit niet heel lang vol meer. Ja? Oké, dit moet hem worden. Dit moet hem worden. God, man. Hey, Hector Bellerin. Opgesodemieterd. Oké, nog 2 pakketjes over. Geen Scream-speler. Oké, het laatste speciale pakketje. En 150 FIFA punten pakket ga ik niet openen. Kom op nou, god! Adouris ook nog. Ja, dit zal vast niet tellen. Ik weet dat dit officieel niet telt. Maar ik moet in ieder geval gewoon 1 keer die animatie hebben gezien met mijn eigen ogen. Ultimate Scream Speler. Pakketje. Wat zit erin? Sowieso Van Damme. Sowieso Van Damme. Sowieso Van Damme. De slechtste die er is. Kijk, zo ziet het eruit met oranje dingetjes. Ja, dat weet ik. Maar wat is het? Frans, spits, Real Madrid, 87 Benzema. Kijk, dan kan je zeggen wat je wil, maar 87 Benzema is wel gewoon de beste screenspeler die je kan pakken. Yay, geluk! Ik was in die video heel erg druk, sorry daarvoor. Ik was net teruggekomen uit Milaan, waar ik naartoe was met Mark om een wedstrijd Inter-Sampdoria te bezoeken. Wat een geweldige wedstrijd was. Binnenkort, ik heb het gefilmd en alles. Binnenkort vertel ik even waar je dat allemaal kan gaan bekijken, maar dat is nog niet nu. En ik weet niet waarom ik zo druk was. Ik had niet geslapen bijna. Ik had 2 uurtjes geslapen in het vliegtuig, voor de rest niet. Dus ik was al eigenlijk een soort van, ja, 30 uur wakker en ik was heel druk. Ik denk dat als ik weinig slaap, dat het met me doet. In ieder geval heb ik het een heel druk gehad de afgelopen tijd. Ik ga niet klagen of zo. Het is alleen een beetje een excuses voor het ontbreken van video's. Ik heb heel veel dingen opgenomen voor andere mensen en zo. En daardoor komt het eigenlijk een beetje tekort bij mijn eigen kanaal. Maar dat ga ik goed maken. Binnenkort komt er weer PokéFIFA aan. En op deze video, ja, jullie hebben al een packopening kunnen zien. Ongekend dat ik in 36.000 FIFA punten geen Scream-speler pack. En dat ik dan die SBC doe. En dat ik dan wel een Scream-speler pack. En ook gelijk de duurste, alleen die is untradable. Vandaag gaan we spelen met Benzema, die wij natuurlijk gepackt hebben. En Perisic, die ik gekocht heb, omdat het een Interspeler is. En hij is veel meer in prijs gedaald. Dus ik weet niet waarom ik hem direct al had gekocht.
gekocht. En Kovacic, die super vet is. Een van mijn favoriete spelers was dat altijd bij Inter. Ik baalde er echt van dat hij wegging. En bij Madrid doet hij het nu redelijk. Hij pakt niet heel veel basis, maar hij doet het redelijk. En je gaat er nog heel veel meer van zien. We gaan een wedstrijd zoeken in de Champions. Ik weet dat dat oneerlijk is tegenover mensen die niet gekwalificeerd zijn. Maar wij zijn ook niet gekwalificeerd. En daarentegen is het dus zo dat in single matches bijna helemaal geen goede tegenstanders spelen. En divisies zoekt bijna niemand. En dat kan ik niet spelen op dit account, omdat ik dat apart wou voor een andere serie desnoods. En het team waar we tegenkomen is het Premier League team. Het team dat jij net zag is een beetje een mengelmoesje van verschillende spelers. Ik heb Rijkaard gekocht omdat ik dacht, nou, wil ik wel eens een keertje uitproberen. Maar voor de rest wat screamspelers. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een beetje teleurgesteld ben over het event met Halloween. Je kan zoiets wat dan EA lanceert altijd een event noemen. Dit keer was het dus bijvoorbeeld het Halloween event. Je hebt ook de November events, bla bla. En ik vond het heel erg tegenvallen. Vorig jaar, kom op, verdedigen. Goed verdedigen. Vorig jaar had ik Squad Building Challenge Payet geunlockt. Had ik een video van gemaakt. Ik vond hem toen belachelijk duur. Ik vond het echt vervelend om 300.000 coins voor een speler neer te zetten. Wist toen helemaal niks van dat ik uiteindelijk ook nog echt veel meer voor Squad Building Challenges zou doen. Zoals voor Kante toen de tijd. Of voor Legends dit jaar. In ieder geval, dat was een van mijn favoriete spelers op FIFA voorgaande jaar. En ik zag nu al dat nieuwe Scream Team en het viel best tegen qua opvallende namen. Toen dacht ik, weet je wat, Cuadrado. Terwijl mijn tegenstander hier overduidelijk de 0 tegen 1 gaat scoren. Ja, de 1 tegen 0. Ik zag Cuadrado bij die screamspeler staan en ik denk, yes, centraal aanvallend middenvelder Cuadrado voor zo'n squad building challenge. Die moet ik hebben. Dat is een supergoeie speler. En dan op centraal aanvallend middenvelder, dat is perfect. Maar uiteindelijk hebben ze er helemaal niks mee gedaan. Ja, een tradable Halloween kaartjes of zo. Er werd helemaal niks leuks mee gedaan. En nu worden ze ook geactiveerd door de weeks. Dus heb je er niets aan in Weekend League. En door de weeks online spelen, dat is een beetje nutteloos. Dus het enige wat dan, zeg maar, resteert zijn squad battles. Maar ja, ik vind een beetje tegenvallen. Dus ja, dat. Maar wat wel heel gunstig is, en ik weet dat heel veel mensen dat zullen gaan commenten, je kan gewoon deze squad building challenges. Oh, lekker Benzema. Lekker Karim. Dat is Perisic trouwens. Oeh, goed zo. Je kan deze squad of deze screamspelers, die kan je inleveren voor de squad building challenge van Icons. En dat ga ik ook doen. Het lijkt heel erg zonde, want die Icons zou ik niet gaan gebruiken. Maar let even op. Doordat die screamspelers dus hoger rated zijn, hoef je geen andere hoger rated spelers te kopen. Dus kan je die squad building challenge voor goedkoper voltooien. Ik denk dat je Rui Costa nu voor 350.000, 400.000 coins wel zou kunnen doen. En later gaat er ongetwijfeld een squad building challenge komen bij bijvoorbeeld Thierry Henry, die wij natuurlijk moeten hebben voor Poké FIFA. Waar je bijvoorbeeld een icon voor moet unlocken. En dan hebben wij die Rui Costa heel goedkoop in onze club zitten en kunnen we die daarvoor gaan gebruiken. Dus ja, dat is misschien wel een tactisch iets. Het kan ook zijn dat het helemaal niet gebeurt, dus doe het vooral op eigen risico. Want voor hetzelfde geld gebeurt het dus niet en ben je dan coins kwijt. Benzema op Kova, oh, en dan gaat erin via de keeper. Wat een raar schot. Dat een beetje tegen de zwaartekrachtregel in, maar hij gaat erin. Diepteballetje Kovacic in één keer genomen, dat doet hij heel erg lekker. En de keeper zorgde er eigenlijk alleen maar voor dat dat schot beter het doel in ging, volgens mij. Ja, Kovacic. Mijn tegenstander stapt voor het buitenspel. Dat lukt niet. Boom. Oké, Kovacic scoort zijn tweede. Nee! 2-3. Ja, dit is een heel mooi doelpunt van mijn tegenstander. Dat zei ik al voordat hij erin ging. Maar je weet dat als hij zo'n lekkere bal geeft, dat het gewoon een doelpunt wordt. Komt recht op de keeper. En dan staat zo met 3D. Kijk, het gaat niet lekker. Dus dan weet je gewoon wat je moet gaan doen. Dan moet je Perisic op CAM zetten. Dan moet je Kovacic wisselen. En dan zet je in vorm Mauricio Icardi neer. Waar is mijn balkie? Waar is mijn balkie met spelersnamen? Marcelo. Dit is fraude. Hex. Ja, en dan uppakee. 3-4. Het is Perisic wel. Maar waar is mijn balkie met namen dan? Dat heb ik zo vaak laatst uit in FIFA, man. Dit is echt ongelooflijk. Techniek vertegenwoordigt laat je altijd in de steek, man. Oké, ja, hij scoort ook. Lukaku. Dan is er nog maar één ding dat ik kan doen. En dat is Thierry Henry niet inbrengen. Maar Nagatomo op center mid zetten. Lord Yuto Nagatomo. Mauro. Mauro Icardi, jongens en meisjes. Buitenkantje rechts. Linkerkruising. Maurito. Nee. Niet die Lukaku er weer door laten. Hoe moeilijk is het? Zanetti. Javier Zanetti. Miranda. Nee, downstickers. Downstickers voor iedereen. Iedereen downstickers. Oké, penalties. Leo, hij gaat naar rechts. Ik heb hem. Oh nee, Nagatomo, nee! Nagatomo, nee! Die kan geen penalties nemen. Nee, die kan dat niet. Oké, hij gaat door het midden.
Niet naar het midden rechts, maar ik heb hem wel weer. Penalty killer noemen we dat. Casemiro. Naar rechts. Naar rechts. Yes! Come on. Penalty. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hij gaat naar links. Hij gaat naar links. Ik... Duik dan! Ik zeg het nog! Maurito, Icardi, die gaat door het midden. Die gaat door het midden. Jette Teleo. Oké. Lukaku, je hebt al zo vaak tegen mij gescoord. Ja! Penalty killer Roelie, dames en heren. En hoe gaan we dat afmaken? Met een panenka. Met een panenkatje. Oké. Geen panenka. Rechts. Ik ben zo goed in het stoppen van penalties. Omdat je gewoon kan zien waar die heen schiet. En dat, ja, dat werkt vaak gewoon. Maar ja, deze screamspelers hebben het gedaan hoor. Ze hebben gewonnen. En Lukaku die was beter dan elk speler in mijn team. En het was helemaal niet Icardi die had gescoord. Het was Benzema. Oh, nu sta ik voor lul. Nu sta ik voor lul. Het was geen Icardi namelijk. Het was helemaal geen Icardi. Waarom dacht ik dat het Icardi was? We hadden 30 schoten op goal. 30 schoten en 18 op doel en 5 doelpunten. En we gaven het gewoon heel erg weg. Dus het team is afgekeurd. Nee, ik vind die screamspelers, ja, je hebt er echt helemaal niks aan. Ik ga ze lekker inleveren voor SPC's. Dat is het enige wat je ermee kan. Jij wordt bedankt voor het kijken. Blauw duimpje super tof zijn. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Kom binnenkort weer Poker FIFA. Wees gerust. En dan check jullie allemaal later. Joejoe.